Kinderen in ons land zitten ook met vragen over de situatie in Israël. Want we zien bijvoorbeeld die beelden hier allemaal op televisie, maar we zien ze ook online voorbij komen. En daar zit er vaak de filter er niet op. Nou, net op de plek waar heel veel jeugd, waar heel veel pubers die beelden ook te zien krijgen. Dit soort aangrijpende beelden vanuit de Gazastrook, ook die vanuit Israël van de afgelopen dagen, die zullen bij die kinderen mogelijk nooit van het netvlies verdwijnen. Dan heb je dit soort beelden, maar dan heb je ook nog dit soort gekkigheid. Dit gaat namelijk rond op het medium Snapchat, populair onder veel jongeren. Beelden van een vlaggenroof op Urk. Overal zijn Israëlische vlaggen van woningen getrokken om ze dan vervolgens in de fik te steken. Wat doet het zien van dat soort beelden nou met kinderen en met pubers? En vooral ook, hoe ga je daar in de klas mee om? Dat onderzoekt collega Sibel Önemli vanochtend op Academie 10 te Utrecht. Goedemorgen Sibel, bij wie ben jij? Ik sta naast de rector, want we waren nog niet uitgepraat. We hebben te maken met 1200 leerlingen, zoveel meningen. Hoe gaan jullie daarmee om als school? Nou, ik vind het mooi hoe je zegt, hoe 1200 mensen en 1200 kinderen verschillende meningen hebben. Het eerste wat we denk ik doen is aangeven, de school is een veilige plek waar je alles mag bespreken. Maar dat gaat er dus ook vanuit dat als je 1200 meningen hebt, dat het niet per se altijd gemakkelijk is, dat gesprek. Dus wat mij altijd verbaast en wat wij hier wel op Academie 10 altijd zeggen, de klas is ook een plek van ongemak. Dus het mag ook schuren. Je mag ook verschillende perspectieven hebben op een ingewikkeld conflict. Of dat nou gaat over de huidige conflict of andere conflicten. Wat in het klaslokaal komt, moet allemaal besproken worden. En ongeacht je eigen mening, moet je in staat zijn om ook naar de mening van een ander te luisteren. En ik denk dat dat de manier is hoe wij onze kinderen voorbereiden. En natuurlijk hebben we die hele vreselijke situatie van het afgelopen weekend. Maar dat hebben we ook geprobeerd met alle conflicten van de afgelopen periodes. Om heel eerlijk gezegd dat ingewikkelde gesprek het klaslokaal binnen te halen. Zodat als zij deze school verlaten, zij ook in staat zijn om het ingewikkelde gesprek met een ander te kunnen voeren. En concreet, hier zijn ook kinderen met een Israëlische achtergrond bijvoorbeeld, met andere achtergronden. Zullen zij zich vrij voelen dan, wetende dat er misschien op een bepaalde manier naar ze wordt gekeken? Het is ook spannend, zeg maar. Echt, absoluut. Nee, ik denk niet dat ze allemaal zich even veilig voelen. Ik denk ook niet dat we dat kunnen. Maar wat we wel kunnen doen is uitnodigen om een soort vanuit een moedig perspectief je verhaal te doen. Dus wat we wel proberen te doen in het klasseklimaat te zeggen tegen de Israëlische jongen of tegen dat Palestijnse meisje of andersom. Dat we zeggen, doe wel je verhaal. Want we weten één ding, als je je niet uitspreekt, dan ontneem je die ander om ervan te leren. Dan ontneem je die ander om te kijken, wat is nou het perspectief? Wat veroorzaakt nou eigenlijk die angst? Waarom moeten Joodse scholen of islamitische scholen in Nederland beveiligd worden bijvoorbeeld? En dat is wel iets waar ik vind dat we een hele sterke mening over mogen vormen. Want we zijn wel samen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Laatste vraag. Kunnen andere scholen eventueel contact met je opnemen? Want volgens mij heb je de zaken wel goed voor elkaar hier. Samenwerken staan er altijd voor open. Dus natuurlijk mag dat. En als andere scholen ook hele goede ideeën hebben, dan nemen we ook graag contact met hun op. Nou, mochten er nog scholen zijn die met de handen in het haar zitten, de rector staat er klaar voor om met je in gesprek te gaan. En wat eerder gezegd, er zijn ook lesbrieven van de Universiteit Utrecht over hoe je met deze situatie kan omgaan. Dus kijk er ook naar als het nodig is. Dankjewel, Sibel. Wat we die rector horen zeggen, hè, ongeacht je eigen mening, moet je in staat zijn om naar een ander te luisteren. Af en toe, denk ik, het is misschien ook iets wat in de Tweede Kamer ter harte zou kunnen worden genomen. Ja, absoluut. Ik ben zelf af en toe ook al afgehaakt op het cynische debat dat in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Dus laten we leren van de helden in het onderwijs, de leraren die dit gesprek met hun leerlingen proberen te voeren. Want het laatste wat we moeten doen is die oorlog tussen Israël en Hamas nu ook onze samenleving intrekken en hier enorme polarisatie erover krijgen. Er komen natuurlijk veel emoties op bij iedereen. Mm-hmm. Maar we moeten daar vooral ook met elkaar het gesprek over voeren. Ja, die evenwichtige toon van die rector is heel belangrijk. Ja. Ja. Dat mis ik. Kunnen we allemaal van leren. En de hele Tweede Kamer naar deze school toe. Of niet? Goed idee.